Wie zit er aan het stuur? Wie zat er aan het stuur? Wie moet er aan het stuur? Zit je zelf aan het stuur? En als je iets van je stuur wilt weggeven, hoe doe je dat? Yes, welcome Malek. And in a sense, what that does is when we allow decision making to happen at the place where it's needed, decision making to happen where it needs to be inside teams, it gives people more freedom to go and move things in the way that they feel that they need, that it needs to be done. That they're closer to the problems, so they really are closer to the solution. And they don't really leverage the full potential of the employee. En bij het eten toen was een beetje, ik had het gevoel dat ze gaan aanstellen wat dat ging het eten en buikpijn. Dus ik was vrij hard voor de geweest om niet zeuren en nou dan happen erin. Spijtig. En toen, ja, toen ze over de nek ging, eerst op de bed. Drie keer. Ja, de tweede keer nog in het toilet, maar ze ging niet huilen. En ik moest onder de douche zetten, zat naar haar en zo. En toen zei ze dus, die vijf, toen zei ze ook tegen mij van... En jullie dachten zeker van, er kan nog wel meer eten in. Nou ja, dus dat geeft aan hoe wijs je al op de gelegenheid. Als je hier verbonden bent, dan weet je hier, tenminste als je publiek geld wil hebben. Ja, inderdaad, maar dan moeten we de stemmen zelf dan. Ja, inderdaad. Inderdaad, je allemaal. Persoonlijk leiderschap. Iedereen begrijpt dat. Iedereen begrijpt dat. Iedereen begrijpt dat. Iedereen begrijpt dat. Iedereen begrijpt dat.